Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat de voorbereidingen voor het jeugdcongres later dit jaar goed verlopen. Vandaag, voor aanvang van de Raad van Ministers, zei de bewindsman dat de jeugdraad nu wat consultaties in de districten uitvoert. De bedoeling is om later dit jaar een jeugdcongres te houden, een nationaal jeugdcongres. Wat georganiseerd zal worden door de jeugdraad Suriname. Het zal de eerste keer zijn uiteraard. Er zijn partners waarmee er samengewerkt gaat worden. We denken aan GCI Suriname. Wel op weg naar het jeugdcongres is het de bedoeling dat er in elk district consultaties worden gehouden met jongeren. Om toch wel na te gaan wat er onder hun leeft. Zodat dat dan tijdens het Nationaal Jeugdcongres besproken kan worden. De bewindsman geeft verder aan dat er middelen vrijgemaakt moeten worden voor een paar projecten. De jeugdraad stelt dat het jeugdinstituut ook een rol heeft bij het organiseren van het jeugdcongres.